Nu al behoort de Zuidas op meerdere wetenschappelijke terreinen tot de top 10 van Europa. Maar er liggen meer mogelijkheden, veel meer. In de combinatie van fotonica en medische technologie. Deze medische fotonica legt een nieuw terrein open. Met name om gezondheidszorg beter en goedkoper te maken. Dit is goed te zien in het laserlab van de VU Amsterdam. In het laserlab van de VU Amsterdam ontwikkelen wetenschappers samen met VUMC, UvA en AMC nieuwe technieken op het gebied van fotonica. Wij doen hier echt het fundamentele onderzoek. En wat daar belangrijk is, is dat we dat fundamentele onderzoek dan ook zo proberen te translateren naar toepassingen die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in de gezondheidszorg. There's a lot of push towards photonica, especially using the visible light or infrared light. In particular, we're doing targeted fluorescence, so we're specifically targeting a type of cancer to really discern what we're looking at. Basically, we can see just a few cells of cancer in between healthy tissues, so really identify where the cancer is and try to diagnose it very early. Samenwerking met complementaire kenniscentra in Nederland is essentieel. Zoals met de Technische Universiteit Delft op het vlak van Imaging Physics en het VU Medisch Centrum. De kennis moet vervolgens worden omgezet in producten en oplossingen voor alledaagse toepassingen. TNO verbindt wetenschap en bedrijven en brengt zo de wetenschappelijke kennis naar de markt. Heel veel mogelijkheden worden al benut natuurlijk, dat door de partijen afzonderlijk. Maar er zijn nog veel meer kansen als we nog meer gaan samenwerken. Dus als je de kennispartijen laat samenwerken met de ontwikkelingspartijen en met de industrie, dan kom je veel verder dan als elke partij dat afzonderlijk doet. En dat is een kans die we zeker met z'n allen moeten pakken, omdat we daarmee met z'n allen veel meer impact in de maatschappij kunnen bereiken. De aanwezige kennis en de goede faciliteiten zorgen ervoor dat veel start-ups zich op de Zuidas willen vestigen. We hebben een omgeving gecreëerd waar we ook vroege bedrijven die echt willen starten, een omgeving bieden waarbij ze hun eerste ideeën kunnen uitproberen. Deze mogelijkheden trekken ook investeerders aan die de kansen zien van medische fotonica. Wij hebben die investeerders nodig, zij hebben die ideeën nodig en ze hebben de omgeving nodig waarbij de voedingsbodem waarbij je hier een succesvol product kunt ontwikkelen. Wetenschap, bedrijfsleven, investeerders en overheid, maar ook patiëntencohorten en een high-end onderzoeksinfrastructuur. Alle relevante spelers en voorwaarden zijn aanwezig op de Zuidas. Een Zuidas die al jaren bruist van ambitie en dadendrang. Typisch een plek om de kansen van medische fotonica te benutten, op wereldniveau.